Het tweedaagse motivational event From Zero to Success is gisteravond afgesloten in het Ramada Hotel. Het doel was capaciteitsversterking van jonge professionals. Het ging om de eerste editie van een evenement georganiseerd door CAS Young Professionals. Het evenement omvatte verschillende lezingen, motivatiesessies en meetings om personen met ruime ervaring op een bepaald vakgebied in contact te brengen met jongeren. Zo kunnen zij kennis delen, zodat zij het wiel op bepaalde vlakken niet opnieuw behoeven uit te vinden. De eerste sessie is geleid door de internationale modellen Sharda John en Isha Blaker. Zij gaven de jongeren die in het modellenvak willen gaan of dat er iets doen, enkele handige tips mee. Volgens model Blaker zul je vaak onethische aanbiedingen krijgen die je zal moeten afslaan om je waardigheid te behouden. Toen, want ik zou of voor 1 of 2 dagen geboekt worden, ik werd niet meer voor de 2e dag geboekt. Dus meneer heeft geconcludeerd, 1, Isha op dat moment probeerde te veel, dus hij was te veel bezig met, weet je, model zijn. Daar had ik geen zin, had hij geen zin in. 2, ik kan geen andere dingen met Isha doen, want Isha is niet fysiek geïnteresseerd in mij. Dus Isha mag naar huis gaan. Ik ben wel blij, want ik heb mijn eigen normen waarde niet laten varen. Er is een leven voor modellenwerk. Er was een leven voor modellenwerk, er is een leven naast modellenwerk. En er gaat een leven na modellenwerk zijn. Dus ik moet met mezelf kunnen leven. Model Blaker ging ook in op een vraag met betrekking tot personal branding. Hoe kan je jezelf marketen als model? Dit is een hele bewuste keus. Hier zou je misschien zeggen van oké, dit is, weet je, vrije tijd. Voor mij, ik heb groene ogen. Ze zijn groen-grijs. Dus als ik een blauw shirt aantrek, dan lijken ze blauw. Trek ik een groen shirt aan, lijken ze groen. Maar met die 2 kleuren vallen ze op. Dus ik zal altijd 1 van die 2 kleuren dragen. Of wanneer het van mijn vrije tijd is, dan draag ik meestal zwart. Vind ik leuk. Dit is een plain shirt. Er staat voor de rest niks op. Want als er iets op zou staan, als er tekening, kun je draagt er iemand hier iets. Inderdaad, die mevrouw zegt. Neemt de aandacht weg van jou. Hij trekt de aandacht weg van mijn gezicht. En ik wil herkend worden. Als je ergens naar binnen stapt, zorg dat je geen schreeuwerige dingen aan hebt. Of misschien niet schreeuwerig, maar dingen die meer opvallen dan jij. Want je wil herkend worden. Isha Blaker, keynote speaker tijdens de eerste motivational event From Zero to Success van CAS Young Professionals. Het evenement is gisteravond afgesloten in Hotel Ramada.